altijd leuk als je vergeet om aan te drukken. Gelukkig was de toast nog niet op. Bloopers! Legends of Unova GX. Dragon Majesty. Majesty. Ik ken het niet goed uitspreken, ik weet het jongens. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij de 5 Days Unboxing dag 4. We gaan weer een nieuwe promodoos openmaken voor Dragon Majesty. En dit keer dus de Legends of Unova GX box. Waarin dat we al gegarandeerd 2 GX'en gaan krijgen. Wat wel helemaal geweldig is natuurlijk. Ik zal heel eventjes deze plastic tape afhalen. Als het me wilt lukken. Ik serieus, ik moet gewoon... Oké. Jullie vond dat eng. Ik denk dat dat op de achtergrond goed te horen was, maar jullie vond dat helemaal niks. Is dat een foreshadowing, jullie? Gaat het weer? No. Don't worry, maar jullie gaat het goed. Ze schrokken ervan. Arme nijntjes. Dat vond ik niet. Nee, dat mag jullie best weten. Ik had heel erg veel van mijn nijntjes en dat vond ik echt zien. Dat ze daar geschrokken. No. Goed. Nou. Laten we zo even kijken wat we hier hebben. Want we hebben dit keer geen coin. We hebben wel een hele grote kartonnen doos die recht naar de camera toe smijt. Dat maakt mij het uit. Natuurlijk hebben we hier natuurlijk... Ik ben blij dat we hier weer de dubbele dosis van... Hallo. Ja. Krijgen we hier de Jumbo card. Peel Legendary. En daarin zien we Reshiram, Zekrom en... Die andere die ik net heb uitgesproken. Hou het daar maar heel eventjes op. Hele mooie Jumbo card, dat zeker is. Ik leg hem heel eventjes alvast bij de andere Jumbo card. En ik zie hier dat onze promo kaarten er al gelijk uitgeschoten zijn. Daar ben ik... Het helemaal mee eens, heb ik geen enkele problemen mee. Want hier hebben we natuurlijk Zekrom GX en Reshiram GX. Ik zeg heel eerlijk, ik weet heel weinig over deze Pokémon. Misschien zijn het echt favorieten van jullie, dus daar hou ik wijs mee onderdicht. Want jullie weten allemaal wat mijn favoriet is. Dit is het beste die naar Pikachu typt, echt serieus. Ik ben boos op je. Ik weet niet of het nog steeds, volgens mij is het nog... Ja, want ik doe dit ene op... Het is nou 4 december. Ik serieus, ik vertel het aan Sinterklaas. Ik zeg het tegen Sinterklaas. Als je nou Pikachu hebt getypt, kom dan. Schaam. Goed, in ieder geval, deze twee promokaart die kreeg ze dus gegarandeerd. Ik ga ze wel eventjes ook netjes slieven. En natuurlijk, net zoals bij de vorige, krijg je ook weer 5 pakjes van Dragon Majesty. Ik hoop in ieder geval tot er iets met... Dragonite staat erop. En Dragonite herinner ik me nog van de eerste generatie. Ik weet niet, in de eerste generatie was het zelfs zo erg dat... Dratini Dragonite... Dratini, Dragonair en Dragonite, totdat ze de enigste draak-Pokémon waren in de hele serie. Wij zijn de Sleevies. Dat waren echt de enigste draak-Pokémon toen der tijd. Ik bedoel, serieus, zelfs Aerodactyl en Charizard hadden niet de draakstatus. Gyarados had geen draakstatus en dat heeft hij vandaag de dag nog steeds niet. Maar ja, met die flop wat mega-evolutie heeft. Sorry, mijn mening. Ik ben nog steeds geen fan van de mega-evolutie. Zal ik ook nooit zijn, ook niet. Hij komt er helemaal omdat er geen Eevee mega-evolutie is. Nou nee, daar ben ik echt heel blij om dat hij er niet is. Dat Eevee heeft bespaard in stot. Ja, maar die coin die ligt er nou ondertussen al 4 dagen. Ja, dat is een mooie coin. Geen probleem mee, toch? Laten we maar gewoon die pakje openmaken. Eens even kijken. We beginnen met ons eerste pakje. We weten dat het een beetje karp hierin zit. Hartstikke leuk. Ik doe dit weer automatisch. Het is een promo set. Ik weet het, jongens. Ik hoef het niet eigenlijk van de camera af te halen. Het is een automatisch stick geworden. Maar goed. We hebben Staalenergie. Milotic. Hoera. Dragon. Charmeleon. Magikarp. Yummo. Litten. Swablu. Trapinch, Fiery Fillet, Reverse Holo, altijd heel erg nice. En een Holo Rare Gyarados. Dat begint alweer heel erg goed. Net zoals de vorige keer toen wij ook een Holo Gyarados heel erg snel te pakken gekregen. En nu weer. Alleen, ik herinner me wel dat bij de vorige doos we alleen maar Holo Rares te pakken hadden gekregen. Geen Full Art training, geen Secret Rare, weinig eigenlijk. Dus op zich hoop ik toch wel dat we nou iets beters te pakken gaan krijgen. Dat we dus nu in op zijn minst een Prism was. Die staat hier Prism in? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb gewoon gegeven of hier überhaupt nog wat Prism in zaten. Maar... Snap jullie wat ik bedoel? Eevee die zit er nou echt zo aan te kijken van doe dat nog één keer. Ik serieus. Ik bijt je in je... Nee, al waar. Goed, en nu. Stroomenergie. Zinnia. Crocodile. Zygarde. Totodile. Vegan. Horsea. Dratini. Vibrava. Reversed Holo Swablu. En kijk, hey, daar gaan we. Reshiram GX.
de gewone versie van Hinkie van de Promo. Kunnen we maar even back-to-back neerzetten. Ze kijken elkaar al zelfs aan. Wat leuk, wat leuk, wat leuk, wat leuk, wat leuk, wat leuk, wat leuk. We hebben in ieder geval een checkspot. Kijk, ik was heel even kamer kwijt. Zag je dat? Kijk, ik de piek op. Oeps. Hij wil vaker als ik aan het editen ben, dat ik inderdaad wel merk van dat ik de verkeerde kant op zit te kijken. En dan of zit ik heel eventjes te kijken of mijn camera wel goed zit. Ik heb er wel vaker last van. Dus jullie verbeelden je niks. Ik kijk inderdaad best wel vaak de verkeerde kant op. En dat doe ik ook heel vaak bij vlogs. Van, stoot ik niet iemand aan of... Dat is een ding van mij, gewoon de verkeerde kant op kijken. Blijkbaar. Dus, zoals ik jullie al zei... Nee, de lamp is geen kou. Oh, wat slecht! Ja, ik weet er alles van, jongens. Ik weet er alles van, maar in ieder geval, we hebben dus een GX te pakken gekregen. Daar ben ik heel erg blij om. Grappig is nu, nu weet ik al niet meer wat de promo was en wat dus de... Oh, even kijken, hier hebben we de promo, dat is onder Eevee ligt promo. Eevee bewaakt de promo, dan vind ik het goed. Vierde dag. Het is eigenlijk best wel grappig tot dan de intro die we dan aan het zingen zijn de hele tijd bij deze video's. Dat het een kerstdeuntje is, terwijl dat het eigenlijk 1 tot en met 5 december is. En dat het eigenlijk iets voor Sinterklaas had moeten zijn. Ik begin al een beetje in de kerstfeer te komen. Ik heb nog niet eens een kerstmuts op. Ik dacht, dat vind ik een beetje te ver gaan. Ik kan gewoon niks met Eevee mee, met je op Eevee shirtje geen. All I want for Christmas is Eevee. Dat vond ik nog een beetje te ver gaan. Maar toch dat kerstdeuntje, want ja, het was namelijk in 12 tekst. Maar de stroomenergie. Ik leuk toch weer veel te veel. Hè? Ik heb het ondersteboven zelfs. Bella Volcano Park, Swift Rift, Shellgun, Swablu, Phoebus, Darumuka, Zenith Hakamo, Fratini, en hey, we hebben de Brisbane, we hebben de laatste bakker gekregen. Heel erg nice dat we daar dan hebben. En oh, we hebben een dubbelpool gekregen, jongens. Hé? Hoe dan? Dus, uit deze doos hebben wij 3 regissierems ondertussen, waaronder een dubbelpool van een prismkaart. Zouden ze naar ons geluisterd hebben? Zouden ze hebben gedacht bij hun eigen van, nou, heb ik hier nog mijn... Nee, want wij hebben hier geen... Holo of reverse al nog gekregen, want dat was namelijk de prism. Maar een dubbelpool? En dan al 3 regisserams? Want vergeet ik tel die promo, tel ik gewoon mee. Ik bedoel, ik weet dat we hadden gezegd dat we GX'en wilden hebben, maar zou het dan nou een beetje te veel gevraagd zijn als ik nou zou zeggen van mogen we er ook een beetje variatie in hebben? Ik bedoel, serieus? Zou het fijn zijn? Waterenergie, Zygarde, Trumpa, Flygon, Bacon, Hakamo. Hakama, Torchic. Charmander! Of, ja, zoals iemand die ik heel goed ken zou zeggen... Tja! Sorry, buurtjes. Eevee zit me echt zo aan te kijken van... Hij is echt ijsgek geworden. Hij is knettergek. Dratini. Reverse Holo. Darumuka. Darumaka. Een horror. Altaria. Oh, jongens toch. Waarschijnlijk moet ik toch iets meer Eevee hebben. En zoals dat jullie hebben gezien in elke intro. Jullie weten wat er mooi te wachten staat. Dus bij de volgende video zet alvast die gehoorbeschermers op, zou ik zeggen. Echt serieus, zet ze op, want ik ben echt... Ik kan niet wachten tot morgen. Ik bedoel, ik vind dit ook een heel leuk pakje om natuurlijk open te maken. Maar jullie weten hoe dat ik over Eevee denk. En dan ga ik, en dat kan ik niet vaak genoeg zeggen natuurlijk. Ik denk net zoals Eevee over Renekards. Ze zijn allebei hartstikke gezellig. Ja, Eevee is inderdaad heel erg gezellig. Ik bedoel, kijk nou toch eens. Kijk nou toch hoe gezellig. Hij smaalt zelfs naar jullie. Ik bedoel, serieus. Maar bij René is toch altijd hartstikke gezellig. Dus ik kom weer zeker een keertje langs gaan. Maar goed. Spannende muziek is ingetreden. Serieusheid. Trekken we nog iets anders als een Reshiram. Zou heel erg fijn zijn. Vuurenergie. Shovel. Fiery Flint. Melodic. Totodile. Swablu. Corsola. Genghis Khan. Horsey. Toch weer een energy die weer even mooi glimt. Dat is hartstikke mooi. Oh, geen Charizard. Oké, niet verkeerd. Decent. Oké, het is geen andere GX, maar we hebben 2 GX'en gepoeld. Oké, het enige naam van de 2 GX'en die we gepoeld hebben, dat het allemaal dezelfde was. En ook nog eens een keertje dat we die in de promo hebben gehad. Maar decent, als je het mij zo vraagt.
Dus ja, ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben best wel een hele mooie pool te pakken gekregen. Dus nogmaals, Remy Kort, enorm bedankt voor het mogelijk maken van deze unboxing video. Want zonder jou is dat natuurlijk niet mogelijk. En ik moet zeggen, ja, van de Dragon Majesty. Ik heb er eigenlijk weinig van meegekregen wat daar nou zo... wat er eigenlijk dus echt voor een spectaculaire en goede kaart in zit. Want ik ben zelf een beetje niet meer met themadecks aan het spelen. Ik weet het, jongens. Sorry, excuses daarvoor. Maar de reden daarvoor is van... Ja, er wordt te weinig gedaan met evoluties. En alles is metadeck Ultra Beast. En ik ben echt totaal geen fan van de Ultra Beast. En Let's Go Eevee is er. Dus ik ben veel meer bezig eigenlijk met Let's Go Eevee. En ook in de livestream zijn we nou flink bezig met Shiny Hunts en hoe we vooral. Dus ik hoop jullie dan natuurlijk ook een keertje te zien als jullie daar tijd voor hebben. Maar vonden jullie dit nou een hele leuke video? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daarbij. Vonden jullie dit nou een leuke video? Laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En ja, uitrekken Majesty! Heb je er zelf iets leuks uitgepompt? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Morgen is het dus een hele speciale dag. Dan komt dus de grand finale van de 5 Days of Unboxing. En jullie weten dan al wat er gaat komen. Want ja, jullie hebben het ook gezien. Ik hoop jullie dan te zien. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. Mooie Sinterklaasavond. Vergeet je schoen niet te zetten. En tot de volgende video. Doei! Daarom is deze video eigenlijk best wel dated.